In dit artikel, lieve mensen. Wat er in dit artikel staat, boeit niet zoveel. Het gaat over de beeldvorming van daklozen. Dus dat, dat nou, de experts zeggen dat je geen, deel, uh, geen beelden van daklozen mag delen, omdat die mens onwaardig zijn. En dat gaat dan over. Uh, veel daklozen zijn verslaafd en zo. Uh, uh, ja, uh, vindt het gek als je een fucking kutleven op straat hebt, dat je dan naar ja. de middelen gaat. Dat is niet zou raar. zou ik ook wel uh, willen. So, je hoeft niet eens op straat te leven om dat te doen. Maar. Uh, uh, Terzijde. En dan gaat, wordt een heel artikel geschreven waar ook een of andere hoogleraar of zo wordt dan geraadpleegd of zo. Over van, ja, er zijn ook daklozen die niet zijn. En er zijn ook daklozen die economisch daklozen zijn. En dat je denkt van. De, maar um, in het hele artikel wordt met geen woord gerept over hoe je dit soort mensen echt zou kunnen helpen. Maar dit zijn dus agenten nou, die. gewoon politieagenten die, die shit op social media zetten. Ja, soms een buurtagent of zo, een wijkagent. die dan iets op Twitter zet over een bepaalde plek waar iets gebeurd is. Dat gebeurt blijkbaar. What the fuck. Maar wat je zegt van. Ja, er zijn ook daklozen die niet aan de middelen zijn of wat dan ook. Dat is niet het probleem. Want een van de weinige dingen die mij kutter lijkt dan dakloos zijn, is dakloos en nuchter zijn. Ja, dat is wel... Ik <laughs> bedoel, laten we even ja. eerlijk zijn. Probeer eventjes je empathie aan te zetten en jezelf in die positie te verplaatsen. Je wordt door iedereen uitgekotst. De kans dat je aan werk kan komen zonder überhaupt een dank boven je hoofd te hebben, een adres te hebben, een plek om voor je persoonlijke hygiëne te zorgen, uh, de kans om dan aan werk te komen is al vrij, vrijwel nul. Dus... Heel veel mensen zijn, zijn bang voor je. Ik, ik heb meerdere vrouwen gesproken die zeggen van, ja, ik zou wel met ze willen praten, maar ik ben gewoon heel erg bang. <laughs> zou je gewoon waarschijnlijk, ja, natuurlijk zit vast iemand tussen, maar waarschijnlijk heb je helemaal geen kwaad in de zin tegen wie dan ook. Nee, dus je bent een soort van... Ja, door de samenleving word je op globaal dezelfde manier behandeld als een ratten. Af en toe gooit mm. iemand wat kruimels. Ja. Dus af en toe kan je wat uit de vuilnisbak halen om van te leven. Dat is het zo ongeveer. Je hebt nergens een plek waar je veilig bent, gewoon sociaal gezien of fysiek gezien. En je hebt geen kut te doen. Je moet de hele dag maar een beetje rondhangen en wachten tot de tijd voorbij gaat. Zou jij in die omstandigheden nuchter willen zijn? En, en waar maak je je dan zorgen over op dat moment? Gewoon, oh, waar slaap ik vannacht? Foto's op Twitter waarin je gewoon jouw eigen gezicht niet eens te zien is. <laughs> Daar maak je je dan zorgen over. Denk ik. <laughs> ja, en dus het punt is niet. Dat, dat er mensen zijn die middelen gebruiken. Want dat, is niet, dat valt die mensen niet te verwijten. Ook als dat een negatieve invloed heeft op de leefbaarheid van, van de buurt. Dat is niet hun schuld. Zij zijn het grootste slachtoffer van het achteruitgaan van de leefbaarheid van de buurt. Want hoe onleefbaar is het om op straat te leven? Nou, dan uh, geeft die daklozen geen geld hoor. Dan kopen ze toch alleen maar drugs van. <tus> ik geloof niet dat mensen daar. Echt zo overdenken. Ik denk oprecht dat 100% van de mensen die dat zegt, geen zin heeft om de moeite te nemen om met de medemens even te praten, om de moeite te nemen om iemand iets te geven, een, een euro of wat dan ook, waar diegene veel meer aan zou hebben dan, dan jijzelf. Uh, dat ze daar gewoon geen zin in hebben. En dan om dat richting zichzelf te verantwoorden, om niet te zeggen, ja ik doe het niet, want ik heb er geen zin in te zeggen, nee. Ik heb een juist extra morele reden om dat niet te doen. Ik denk dat ja, dat het is en niks anders. Ja, dat of gewoon het gebrek aan empathie uit zich op die manier of op een andere manier. Maar het is inderdaad een gebrek aan empathie uh, uh, aan de hand, aan de gang. Ja. En het leuke is dus, uh, even terugkomen op het artikel, dat is een of andere organisatie waarvan ik. De naam niet weet, die dan uh, zoiets ja, dat als jij het daar leest dan uh, dat klinkt dat als, als iets uit fucking monopolie. <laughs> <laughs> uh, ja, maar die lanceren dus een campagne. Zo wil je toch niet gezien worden. Uh, nou, en ik denk een campagne lanceren, hè, Dat kost geld. Dus dan wordt uh, uh, geld, tijd, energie wordt gestoken. In zo'n fucking campagne en niet een fucking campagne om dakloosheid aan zich te beëindigen. What the fuck? Ja. Yeah. What the fuck? Wat zijn even de prioriteiten van deze mensen? Deze mensen zijn zo in hun eigen uh, social media bestaan uh, opgezogen waarschijnlijk. Dat ze het belangrijker vinden hoe mensen naar hun kijken dan hun daadwerkelijke welzijn. Dit is een mate van behulpzaamheid die er aan gelijk staat dat als je in je reet verkracht wordt, er iemand komt aanzetten met een flesje glijmiddel. Ja, het idee is dus inderdaad dat je een foto van jezelf post op een manier zoals jij niet gezien wil worden of zo. Dat je echt denkt van oh my god man. Oké. Okay. Het is een beetje van die mensen die dan de, uh, de ice bucket challenge of zo. Nou daar zat nog wel een soort ding aan van doneren of zo, maar dat je echt denkt van come on. Just ja. sweet Charlie of zo, weet je wel? Foto's van daklozen op straat, bijvoorbeeld gedeeld door politie, verkleinen volgens deze figuur de tolerantie tegenover thuislozen. Alsof het iets is wat getolereerd moet worden. Het is iets wat moet worden afgeschaft. Hè? Alsof wanneer <laughs> we allemaal aardig doen tegen daklozen dat dan het probleem is opgelost. What the fuck? Ja. <laughs> zo werkt het. De stereotype dakloze is nog altijd man, ouder, wit, kampt met een verslaving bijvoorbeeld aan alcohol. Diversiteitsbeleid, jee, dat was misschien 30 jaar geleden zo. Maar de groep dakloze mensen is nu veel diverser. De groep bestaat ook uit jongeren, mensen met een migratieachtergrond en vrouwen. Deze mensen zijn minder zichtbaar. Gaat dit door? Ja fucking equality, Deze mensen zijn ngos net zo, nu worden gevierd. Die mensen zijn net zo dakloos. Zeg maar. En volgens mij is dat... hetgeen hun verenigd en hetgeen... waar je aandacht aan zou moeten besteden. En de rest is volgens mij een beetje poep. Ja. Yeah. Dit vind ik ook... Uh, ik vind dat... de politie zulke foto's niet moet delen... omdat ze niets bijdragen aan het oplossen... van de dakloze problematiek. Weet je wat ook niks bijdraagt aan het oplossen... van de dakloze problematiek? Deze, Deze campagne... campagne echt, wat de fuck deze mensen met hun hoofd allemaal doen ik, ik, ik snap er echt helemaal niks van nou, dat is dus uh, dat is dus gewoon Nederland uh, hoe Nederland naar problemen kijkt alles is gewoon framing als je het op een andere ja. manier neerzet we moeten er toleranter naar kijken we moeten er anders naar kijken want ja, het gaat ook echt om hoe er naar die mensen wordt gekeken en niet om de materiële omstandigheden dan is het gewoon prima. Dus uiteindelijk gaat alles, alle sociale problematiek in Nederland over een en hetzelfde ding. Lekker slapen. Gewoon lekker kunnen slapen, zeg maar, de, de, de toeschouwers bedoel je. Exact, ja, ja.